Ja, even trouwens het nieuws tussendoor. Je hebt hem meegekregen, hè? Wat? Rode kaart. Van? Hansie. Klein Hansie? Ja, Hansie, Hansie, rood. Maar ik vond eigenlijk het mooiste aan Hansie. Hij is weggestuurd en hij is van het veld gestuurd en uit de kantine gestuurd en uit het dorp verdreven. En hij wou geen commentaar geven na afloop. Nee. Dat hoort niet bij Hansie, hè? Overal staat in de berichtgeving, kijk hier ook, Hans Kraaij junior boos op arbitrage, maar houdt jasje aan. Kijk, dat vind ik wel een leuk detail. Dus dat, hij heeft een rode kaart gekregen. Ik heb vanmiddag opgebeld. Hij schijnt alleen te hebben gezegd, want Pieter Cruijff, die assistenttrainer, of eigenlijk de hoofdtrainer, had gezegd, als je daar geen penalty voor geeft, weet ik het ook niet meer, bij een hensbal van Katwijk. En toen had Hans alleen gezegd, ongelofelijk. Ja. En toen had hij rood gekregen. Laten we even kijken, we hebben nog wat beelden ook. Je moet wel een beetje op je woorden kijken, wat er komt ie. Nou. En daar krijgt Pieter Cruijff ook nog rood. En er krijgt nog een speler van SVZW ook nog rood. Kijk, deze man krijgt ook nog. Er zit Hans al op de tribune nu, hè? Ja. Uiteindelijk werd er ook verloren met 3-1. Maar als je het nu terug hoort, Hans zei vanmiddag aan de telefoon dat hij het heel rustig gezegd had. Maar dat gevoel had ik dan ook weer niet. Nee. Ja, maar ja, weet je. Nee, maar ja, dat is Hans hier. Ja. Maar er waren heel veel mensen die beweerden dat dit was gebeurd met dat jasje dus. Oh, we kunnen er één keer luisteren, geloof ik. Ja, Hansie. Ja. En volgend jaar is het circus een kuik, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Heb jij dat met dat jasje wel eens gezien, Willem? Meen je dat? Ja. Dat heb ik eigenlijk bijna nooit uitgezonden. Maar voor de mensen die het gemist hebben, kijk, dit heeft hij ook wel eens gedaan. Dat, Hans zit zich nu helemaal op te vreten thuis. Maar hij zegt, ik denk dat ik heb een vlekkeloos strafblad. Ik heb nog helemaal niks gedaan in het verleden. Ik word vrijgesproken. Daar is je van overtuigd. Maar het leukste aan dit vond ik nog dat die spelers die erachter zaten geen krimp gaven. Ja. Die zien hem dat iedere week doen natuurlijk. Die denken op een gegeven moment ook, we hebben hem nu wel gezien. Met dat ik was laatst bij Alcides in Meppel. En die zei tegen mij van, het hoogtepunt was altijd als de club van Hans Kraaij langskwam. Dan kreeg je meer publiek. En die gingen maar allemaal achter de dugout staan. En dan hoopten ze allemaal dat hij zijn jasje weggooide. Daar kwamen de mensen voor. Hij beweert hetzelfde, dus dat het allemaal wel mee. Heb je nog tips trouwens tegen de verveling, Johan, in deze tijden? He? Dat je zegt van, mensen, hè? Leuk? Nou, ik verveel me eerlijk gezegd helemaal niet. Ik nee? verveel me nooit, nee. En ik begrijp best, het wordt op prijs gesteld, al die oude herhalingen van al die tv-programma's. Maar ik kijk nog steeds heel weinig tv. Ik vermaak me op het best. Maar je vindt het niet leuk, die dingen uit de oude doos? Normaal gesproken hadden we lang een crosstalk gehad natuurlijk met Fox Sports, hè? Of soms ook Kraaisports, je weet het natuurlijk niet, hangt er een beetje vanaf. In die tijd dat hij het nog deed, dat Hans het nog deed, dat waren eigenlijk de mooiste momenten. We schakelen even terug in de tijd met Hans Kraaij junior. En morgen op Fox Sports Bayern München, FC Köln, West Ham United om 4:00 thuis tegen Chelsea. Dan om 6:00 de Eretribune, om 6:30 Arsenal ontvangt Everton, 7:15 Twente PSV. En dan op zondag om 10:00 de tafel van Kees, om 1:00 Sunderland, Newcastle United, om 2:30 Vitesse Ajax. 3:00 Manchester United, Manchester City. Om 4:45 is het Feyenoord AZ. En dan op maandag om 10:00 na Voetbal Insight. Natafelen met Kees. En elke dag om 11:00 Fox Sports Vandaag. Willen jullie nog meer weten? Nou, Hans, het geluid was heel slecht. Zou je het nog één keer helemaal kunnen doen, die kaart? Of... We beginnen even opnieuw. Ja. We beginnen met Bayern München, FC Köln. West Ham United tegen Chelsea. Dan hebben we de Eretribune bij Arsenal Everton, Twente PSV, de tafel van Kees. We hebben Sunderland, Newcastle United. Mooi, hè? En dan om 7:00 Jan Boskamp op Joke Bruijs. De groeten! Nee. Weet je niet hoeveel dat staat nu bij die wedstrijd? Hoeveel staat het bij die wedstrijd, Hans? Waar is Hans? Hansie! Kom maar terug! Hansie! Het wordt gewoon gevoetbald, hij loopt gewoon mee. Ja, goede oude tijden waren dat, Hans. Goede oude tijden. Ja, niks mis mee. Nee. Leuk, man. Leuk. Ja. Heb jij die Joke Bruijs nog wel eens gezien? Nee. Die is wel... Die zal jou geen kaart sturen met je verjaardag, hè? Nee, dat is voorbij. Die wordt helemaal niet gretig als je jouw naam hoort. Nee, absoluut niet.
Wat? Hansi? Hansi, ja. Ja? Ja. Dames en heren, daar is hij hoor, Hans Kraaij junior. Ja. Was je nou op een kabel gaan staan, Hans? Hoe zat dat nou? Nee. De geluidsjongen is op een kabel gestaan en ja. Die zit nu bij de tandarts hier om de hoek. Die is zijn voortanden kwijt. Die komt met een klein beugeltje terug. Jij geeft de geluidsman de schuld hiervan? Wat zeg je? Ja, dat bedoel ik, maar de geluidsman is weg, dus je hoort het niet meer. Maar wat jij net zei, dat hebben ze hier gemeten met Sivkovic, maar de rest van de tafel... Ik vind het wel eens lekker als ze ook niet naar jou luisteren. Ja. Blijf zo doorgaan, Johan. Ja, ik weet niet Jan, hoe je voelt, René. Maar 10,8, ze hebben dat gemeten, dat hij over 100 meter in 10,8 seconden zal lopen, die Sivkovic. En ja, ik vind het ook wel een leuke voetballer, maar hij heeft de boel wel een beetje vergooid, hè, de afgelopen 2 jaar. Maar wat wil je nou zeggen dan, Hans? Ik geef jou alleen maar gelijk. Ik heb een mening gevraagd. Nee. Ja, maar Hans, is helemaal goed. Volgens ik doe mij, even het lijstje. Volgens mij, wacht, ik kan maar, helemaal nee, aan zitten. Voor mij is hij nog steeds 20, of niet? Ja, zoiets, ja. Maar ik doe voor... René, ik vind jou een schat van een jongen, maar voor die... Wat heb je nou voor een bril op, Hans? Ja. Je lijkt godverdomme Joep van Teck wel. Heb je deze letters gezien? Hoe groot die zijn? Ja, dat kan ik echt niet zonder bril lezen. Jij ook niet. Ik kan het hier al lezen. Spurs. Ja, maar jij hoeft... Tegen Middlesbrough. Maar René, ik vind jou een schat voor de jongen Jan. Johan wat minder. Niet sappel, jongen. Nee, hallo vriend. Ik heb gehoord dat je het met een 87 Israëlische vrouw hebt gedaan. Ik heb het niet gezien, maar Helene, vertel dat. Hansi. Dat gaat jouw serieuze onderwerp. Hé, hey Hans, ja, maar, die man is in het Holocaust Museum geweest. Die is hier in de Weids geweest, Wiesbeuk. Sorry, ik heb het alleen van horen zeggen. Maar je hebt de uitzending tot nu toe helemaal niet gezien. Nee, je hebt de uitzending niet gezien. Wij hebben zelf een uitzending op Fox Sports 1. Maar nee, straks knal ik je toch voor je kop, zeg. Dat is toch niet zo mooi wat je nou zegt, eikel. Wat dan, Jan? Wat is er gebeurd? Dat je een eikel bent, zeg ik. Nee, maar ik kon het me al niet voorstellen, gezien jouw voorgeschiedenis met Joke Bruijs. Ik denk, jij doet het niet met oudere vrouwen. Ik voel mezelf een beetje de Belgische competitie hier. Elke keer als ik aan een goed onderbouwd verhaal begin, dan ben ik lekker op weg. En dan kom jij er weer tussendoor en dan wordt alles weer gehalveerd. Maar dus, help me even mee. Welk goed onderbouwd verhaal was je mee bezig dan? Nee, Je was er niet begonnen. Nee, we waren helemaal niet begonnen. Nee, dat bedoel ik dus. Nee. En eerlijk is eerlijk, ik zit met een smile van oor tot oor. Omdat terwijl wij elke keer met z'n drieën echt op het moment dat jij aan een verhaal begint... Ja. Dan zitten we echt met een soort vol spanning op het puntje van ons doel. Maar ja, dan kom je er weer tussendoor. Ja, we grijpen in als de kutvader Natuurlijk, het is op een uitstekende lijnkeeper. Hij is beter geworden op hoge ballen. Maar meevoetballen. Ik zie hem zo vaak zijn rechtsback en zijn rechter centrale verdediger... die gedekt staat in de problemen brengen. En dan zeggen ze, ja, Barcelona, die moeten een meevoetballende keeper hebben. Elke bal die de keeper van Barcelona heeft... dan gaat die tegenpartij, die rent 60 meter terug. Dus je kan hem... Ja, mijn schoonmoeder kan hem ook dan naar de rechtsback spelen of de linksback. Want je hoeft helemaal niet mee te kunnen voetballen. Hoe oud is jouw schoonmoeder eigenlijk? Wat zeg jij? Hoe oud is jouw schoonmoeder? Want die kan nog wel een heel jong zijn. Ja, die zou wel jong zijn. Hey Hans. Ik denk dat mijn schoonmoeder een jaar of 2,43 is. Nee, maar even serieus. Dat was wel echt waar. Jij kent haar, hè? Ik ben s'morgens... Nee. Ik ben s'morgens nou niet echt... Dat ben ik niet echt een vrolijk, zeg maar. Je hebt me wel heel vrolijk gemaakt zaterdag met dat interview. Weet je wel, dat was wel de uitspraak van... Misschien wel de uitspraak van het jaar. Dat die Steffi aan je vraagt... Je valt op jonge vrouwen. En dat jij zegt, nou, weet je, dat valt wel mee. Want mijn eerste vriendin was net zo oud als mij. Ja. Dat was bij heel veel mensen het geval. En toen? Nee, dat is bij heel veel mensen het geval. Dat de eerste dezelfde leeftijd is. Ja, zeker wel. Want toen waren we allebei 11. Maar hoeveel is jouw vrouw jonger dan jij? Een jaartje of 24. Hebba. Ja, nee. Ik vind het ordinair, Wilfred. Ze is hartstikke aardig. En mag ze vanavond opblijven om te kijken naar dit programma?
Nee, je weet het, hè? Je weet het. Morgen de Johan is bij ons thuis geweest. Ja, 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 ja. Sofie is, maar, Bas, een schat. Een schat van een wijfie. Zo ja, is het. Morgen moet ze de boeken halen op school. Ja, toch? Maar ze is toch overgegaan? Ja. Ja, hoor. Ik denk, hey, maandag komt Hans Kraaij junior, ziet u staan. Ja? Is hij nog steeds Hans Kraaij junior? Nou, dat was een film, wat? Ja, nou ja, dat is wel een vraag, ja. Ik weet niet, als je vader dan... Wordt hij nu niet Hans Kraaij senior? Nou, hey, André Hazes junior, die noemt zichzelf nu opeens André Hazes. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, maar aan het gedrag van Hans afmetende blijft hij eeuwig junior. Er zijn een paar van die rare volkszangers in het noorden des lands. En die hebben een carnavalshit. En hij treedt daarin op. En ik vind eigenlijk dat we over moeten vergaderen of hij nog op deze stoel mag zitten. Ja? Hij treedt daarop en weet je hoe? Ja. Dan staan die gasten daar een niveauloos liedje te blaren. En dan komt hij in beeld, gooit hij zijn jasje weg. Echt waar? Ja. Nee. Ja. Ja. Hebben we daar beelden van? Echt waar? Daar hebben we beelden van. Maar voor maandag dan waarschijnlijk? Voor maandag. Ik wil hem ermee confronteren. En hij moet een heel goed excuus hebben dat hij de opbrengst naar een goed doel gegeven heeft of zo. Oh. Ik schrik hiervan. Helemaal geen opbrengst, man. Nee, hij heeft het laatst ook bij een benzinestation gedaan. Ging hij tanken en dan zeggen de mensen van Hans, gooi nog eens met je jasje. Ja. Dan gooit je met een jasje. En hier wil hij het niet meer doen. Nee. Inspiratiebron voor velen. Daar ben je al achtergekomen. We zagen laatst een handbaltrainer die helemaal uit zijn pan ging. En we hebben al meer trainers in Engeland volgens mij ook gezien. Maar die in Argentinië, Vivas heet die man geloof ik, het coach van Estudiantes. Die neemt jouw voorbeeld van heel erg extreem. Ja, die kijkt naar dit programma. Kijk, moet eens kijken wat die man allemaal doet, man, om jou te imiteren. Het is echt niet normaal meer. Helemaal de weg kwijt. Moet je toch ook als bestuur zeggen, joh, weet je. Hij heeft een kleine tattoo op zijn rug. Ja, kijk even mee. Klein tattoo op zijn rug. Ja, heel kleintje. Dat je denkt, nou, ik zie hem maar eens niet. Maar, oh ja, daar zit hij. Ik heb wel een beter lichaam, hoor, dan hij. Dat is toch allemaal heel slecht, hoor, dit, hoor, hè? Ja. Maar dan ben je trainer van Estudiantes. Ben ik nu van dat jasje af dan? Wel, dat jasje? Dat wil jij toch helemaal niet? Daar kik je toch op, dat jasje in beeld? Waar zijn we dat dan nu? Nou, ik vind dit een slap aftreksel van die Argentijn, toch? Ja. Dit is beschaafd. Ja, dit is gewoon de doorsnee doofsidioot. Ja. Maar is het een optie voor je? Nee. Ik zit, dit zijn allemaal vrijwilligers van Linde. Dus daar is dat is de liefde van mijn leven, Linde. Daar is 7 jaar gezeten, 5 jaar niet, nu weer terug. En we gaan van de week... Waarom heb je dat diploma gehaald dan? Om daar te mogen nou, trainen? Gewoon, nou ja, nee, dat niet. Want die mensen zitten niet te wachten op mijn diploma. Ik zeg het net tegen Johan. Omdat er gewoon elke week achter bij Danny Buis, die nu trainer is van Kozakken Boys, waar we toevallig zaterdag tegen speelden. Daar hebben we... Danny Buis en ik hebben gewoon 3 jaar lang elke week mensen achter ons, werkeloze trainers achter ons gestaan, die gaan zitten turven hoe vaak Danny coachte en ik coachte en de, wat jij noemt, de stroomman, maar de gediplomeerde. Ja. En daar wilde ik gewoon van af zijn. En dan zou je inderdaad denken van ja, als je daar niks mee gaat doen, waarom ben je dan 2 jaar op die cursus gegaan? Ja, ik vond dat niet leuk, maar Guus Hiddink had mij beloofd, je gaat 1-op-1. Nou, Guus Hiddink werd ontslagen, dus ik ben in die klas ingerost. Ik heb gewoon 700-800 uur in een klas gezeten. 3 maanden huiswerk. Je bent er blij mee, Hans. Dat is belangrijk. Maar, nou ja, nee, maar wat? Nee, ja, maar ja, even, ja, wat is er nou? Je bent vier lekker Fidel Castro wel, man. Ja, je bent aan een verhaal bezig. Ja, jij ja, zit wat te vertellen, man. Hey, uit, man. Is wat, twee zinnen. Ja, jij vraagt het toch of niet? Nee, maar ja, het is geen kutverhaal, maar het duurde wel lang. Oh, ja, okay. Jezus, ja. Mina. Als die nog een leuk verhaal heeft over Jimmy Cage. Kwam geen eind aan. Ja, 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 ja. Nog een anekdote over Jimmy Cage? Nee, ik wil alleen maar zeggen van, ja, ik blijf dat heb je al gezegd. Beste Johan, hoezo, dat heb je al gezegd, man. Bij Adenaag invloed op de sportieve... En toen hebben we jou na 5 wedstrijden met z'n allen, met Jantje Mulder en Peter Barens in de sloot geflikkerd. En je was de enige bever die niet kon zwemmen, hè? Nee, maar ik denk wel dat... Het is leuk dat John ook nog zelf ze hebben het vaak geprobeerd, maar het is natuurlijk wel knap. Ja, maar als Hansie er had gestaan, was hij dan ook langsgekomen, denk je? Of Hans? Hansie daar, naast je, als hij er had gestaan, was hij er dan langs? Bedoel je met een bal? Nee, zonder bal. Hans dan zonder bal. En dan... Zonder bal had hij er wel langs gegaan, ja. Ja. Met bal had heel moeilijk geworden. Ik heb nog, ja, dat geloof ik niet. Wat heb jij? Net als Feyenoord kampioens, maar ik heb nog nooit een penalty veroorzaakt mijn hele leven. Nee? Nee. Nee, vond ik zo zonde. Daar hebben de mensen wat aan thuis. Praat er met niemand over. Daar hebben de mensen wat aan thuis. Nou, ik denk dat Twitter ontploft. Ja, ik denk het ook. Nee, maar jij zegt, zou Hansie... nou ja, ik had... Wat had jij gedaan in deze situatie dan? Als Tapia zo aan kwam slaan? Loop maar door, je schiet me er toch niet in. Ja, maak je geen zak uit? Nou, ik geloof niet in... ik geloof absoluut niet in slijdings maken in het strafschopgebied. Heel serieus.
Ik geloof wel in meelopen en mensen naar je goede been sturen. Je was vroeger één grote sliding. Ja, maar niet in de 16, Johan. Die ook, echt niet hadden gekocht. Ja. Ja. Nee, absoluut. Die heeft absoluut, die hebt die 10% meerwaarde, waardoor je nu zo tegen Feyenoord aanhoudt. Je ziet ook dat Donny van den Beek daar prima achter zit. En Klaas is er dus. Wie heeft dat aan deze tafel al anderhalf jaar geroepen? Dat zie ik jij de beste spelers. Jij hebt altijd gelijk, jongen. Je hebt altijd gelijk. Het gaat helemaal niet om. Maar nee, en Johan en Wilfred. Moet ik nu mee gaan doen? En Karsdorp kan er niks meer van. Nee, dat zeggen wij helemaal niet. Helene kan er niks van. En, je moet gewoon eerlijk zeggen wat je vindt. En dat betwijfel ik op het ogenblik. Ik heb nog nooit een keer niet eerlijk gezegd wat ik vind, Johan. Wat vind je van Wilfred dan? Laten we Younes nog even met Piet Keizer vergelijken. En jij begint net zo vervelend te worden als hij. Ja, dat is, ik, weet je, nog eventjes over een paar weken is Wilfred de leukste hier aan tafel. Ja, nou, dan is er wel heel wat aan de hand. Ja. Kunnen we beter stoppen. Maar dan gaan we volgend jaar niet verder, hoor. Maar, even voor de duidelijkheid, Sjaak Zwart had gebeld met Leo Driessen op het moment van die zwalbe van, zogenaamde zwalbe van Klaas. En je spuugt dus geen mensen, maar je spuugt alleen jezelf. Dus dat was het verhaal, toch, bij jou, of niet? Nee. Je hebt mijn zin, hè? Ik kan nog eens zien. Eén keer, ja? Eén keer. Ja? Omdat het zo leuk is? Eén keer, joh. Kijk. Ja. Wilfred, ja? Zou Hans afstammen van lama's? Nee, maar weet je op wie die hier lijkt? Op die Bobby Eden. Die heeft dat ook wel eens. Ja. Trek even op, man. Okay. Maar die beelden hebben we niet, hè? Dat weet jij. Die beelden hebben we niet. Nee, die hebben we niet, inderdaad. Bij jou de sauna hebben ze het ook wel eens. Lekker wel, ja. Ja. Nou, we gaan zo nog even de rol van Paul van Boekel. Dan gaan we straks ook met Takia Fico, die op een gegeven moment trouwens twee keer geel kreeg, leek het wel. Maar belangrijk is ook een moment dat iedereen zegt penalty. Ja, maar ik heb echt iets van, als ik hem mag zeggen. Wij doen in dit land allemaal maar een beetje aan ja, maar. Lozano, die deelt een tik uit. En dan kom ik mensen tegen in ons programma bij de tafel. Kees, die zeggen, ja, maar andere scheidsrechters geven hem niet. Dat zei André Ooy bijvoorbeeld. Die andere scheidsrechters, dat is een geweldige zin. Die andere scheidsrechters zitten er dan dus allemaal naast. Ja. Het is gewoon een pure rode kaart voor Lozano. Geen ja, maar. Huntelaar. Dan gaan mensen zeggen, ja, bij PEC Zwolle, het had eerst misschien een penalty kunnen zijn, zegt Ten Hag tegen mij. Ik zeg, hou maar op met ja, maar het is gewoon rood wat Huntelaar doet. En ja, maar Ajax moet er 4-5 maken. Dat is maar ik zeg dan, ja. Snap jij het nog, Wilfred? Ja, maar... Maar als... Zij moeten dus gewoon een penalty krijgen. Kunnen wij vanuit de regie vragen om dit nog één keer... Zeg maar, vanaf het begin af aan te laten zien. Want volledig kwijt. Nee, hoor. Ik kan het wel kwijt zijn. Ik wil aangeven, niks ja maar rood Lozano. Niks ja maar rood Huntelaar. Maar dan had al... Kijk, ik krijg nu één keer... En nu, Ajax moet er 4 maken. Maar als ze die penalty gewoon krijgen, niks ja maar ze moeten er 4 maken... Penalty. Maar ik krijg nu even Danny Makkeli nou uit Dordrecht binnen. Die zegt, Hans, volgens de regels had Onana ook rood moeten krijgen. En Takia Fico een penalty. Ik wil trouwens niet genoemd worden, zegt hij. Nou, dat is dan lullig. Dat hebben we dan net. Ik wil die penalty zien. Dat is lullig, dit. Ajax had gewoon een penalty moeten hebben. Ja. Tuurlijk had Ajax een penalty moeten hebben. Laat die penalty. Ben ik nu even aan mijn fragment? Want je hebt een fragment, Hans. Ze bellen mij op gisteravond. Ja, maar een grapje. Was niet serieus. Nee, dat was wel serieus. Dat was volledig serieus. Leo, wij hebben allemaal fragmenten. Bel Hans. Wat is jouw fragment van het weekend? Ja, dat waren wij niet. Dat is gewoon een ander programma, was dat. Dat doen wij niet. Je hebt het klootzakken van de SBS, die nemen hem normaal. Ik heb het allemaal volgehouden. Je hebt het slecht naar je zin gehad in Tour de Jour. Dan moet je een beetje op Hansje afreageren natuurlijk. Hè? Kom maar, jochie, doe nog even. Ik ben al een half uur goed bezig. Ja, nu ben ik maar even... Doe nou je fragmentje. Die Boskamp gooide met een glas water in zijn bek. Maar er was er geen laptop bij, hè? Dan beter kunnen verzuipen. Maar je hebt een fragmentje, Hans? Ik zag Jan nog te zien. Ingaan. Ja. Zo! In Harderwijk worden die afgemaakt. Ja. Heel stiekem. Dat niemand het ziet, krijgen die een spuitje dan, hè? Ja. Hans, wat is je vraag? Was op de radio was het. Nee, dat doen we even, Hans. Kom, even een fragmentje. Nee? Nou, dan gaan we naar de reclame.
Doe nou snel! Ja, dat is een nieuw programma, hè? Dan krijg je dit soort dingen. Weet je, het, ja. Het is veel leuker. Ja, eigenlijk een veel leuker programma, dit. Die El Ghazi, dat vind ik echt een hele goede speler worden. Vraag. Hebben jullie ook zo geërgerd aan El Ghazi? Max de Kok uit Tilburg, vraag uit het land. Laat mij nou gewoon even kijk nou mijn even, verhaal vertellen. Ja, staat hier, Max de Kok. Ja, ik begin al over El Ghazi, dus je hoeft er niet in. Ja, ga door. PSV gaat ook dit seizoen over winter in de Champions League, ja of nee? Hey, hij staat nog steeds te liften. Het is een beetje Toon Hermans dit, hè? Zo. Alles klaar? Dat is ook een baasjok dit doorheen, hè? Ken je die aflevering dat Toon Hermans op dat podium gaat staan wachten tot dat record gebracht wordt? Dit is het een beetje, inderdaad, ja. Komt hij nog terug? Waarschijnlijk wel. Ongetwijfeld. Ja. Het is ook een gebeurtenis ook, hè? Probeer je het voor te stellen dat dit op de BBC zou gebeuren? Nee, dat kan je niet voorstellen. Dat die linnenkrank in zo'n voorbij komt. Oh, oh. Nee, je moet niet gek op kijken dat die daar nog eerst een blote reet langs gaat. Ja. En Helene nog bij. Ja. Nee, maar je kunt je voornemen om rustig en zakelijk met hem te doen. Volstrekt kansloos. Dat je bent kansloos. Ja. Bolt heeft waarschijnlijk vanaf morgen een functie. Of een hij gaat waar gaat die vis Zuid-Afrika? Ja, Malmö die Sundowns. Wat moeten we daarvan vinden? Dat Usain Bolt dat nu gaat doen? Serieus? Ja, hij was daar altijd al heel erg in geïnteresseerd. Hè? Ja. Veel diep spelen, hè? Ja, zonder bal. En alle ballen. Wat vind je lange ballen gauw thuis. Dat soort ontwikkeling, wat moet je ermee? Als hij zich bij jou had gemeld, Berlin, wat had je gedaan? Nou, Usain Bolt? Ja. Nou, we hebben wel een kantinejuffrouwtje die daar raad mee weet. onze Ellie. Ja, die vindt ja. Het wel, Ellie lust er wel pap van. Ja, ja, ja. Die kan zich gerust een kwartiertje mee bezig houden. Ik denk als die Bolt hem tevoorschijn tovert. Zo. Dat Ellie gillend op de moeder gaat roepen. Ja. Die past niet in dit kleine onderbroekje, hoor. Maar oh, wij zijn op ons best als ordinair. Ja, lekker ja. Wanneer zie je Ellie weer? Ja, morgen. Ja. Dat zal Ellie een dank afnemen, en dit, Ellie niet? Doet alles voor me. Schat, Ellie. Lekker man, Ellie. Ja, ik meen... Is het lekker, Ellie? Ellie is... Hoe oud is Ellie? Ellie is, denk ik, een beetje 60, 61. Oh, lekker maar... man. Oh, dat is... ja. Ellie is goed, hoor. Ja, Ellie is goed bezig. Is goed. Die hier ook heel... Hij loopt hem zo ondersteboven. Zoals mijn vrouw Sofie wel eens een keertje met de auto met 100 km per uur zo door een open, door een dichte garage doorheen is gereden. Zegt ze, ja, kan ik niks aan doen. Ja, Hans heeft overal een leuke anekdote bij. Maar dit Hans wil het visueel maken. Dit lijkt toch helemaal nergens na, wel? Nee, belachelijk. Dit kan toch, je gaat toch niet iemand zo voor zijn sokken... Onprofessioneel. En dan... Hoe is het met Sofie afgelopen? Wat zeg je? Veel belangrijker hoe het met Sofie is afgelopen. Nee, hoe is het met schade aan de auto? Ga verder, Hans. Is het lastig? Je hebt de laatste 4 wedstrijden verloren, begrijp ik toch, als coach? Nee hoor, ik heb de laatste 6 wedstrijden 9 punten gehaald. Ja, de laatste 4 wedstrijden heb je niet gewonnen, Hans. De laatste 6 wedstrijden hebben we er 1 verloren, Johan. Als wij een keer jouw trainingen moeten analyseren of wat van adviesjes moeten geven, doen we dat graag, hoor. Zo moe van dat gezeven en dat gezanik van jullie. Maar Hans, dit weekend... Halen wij 6 wedstrijden 9 punten, hebben we de 4 niet gewonnen. Nou, dat is nou deze tafel. Ja. Wat een stelletje ongelooflijk opgevoerde terpentijnzeikers zijn jullie. Johan, maar Hans, maar het was na de wedstrijd... Vreselijke gasten zijn van dit weekend nogal. Ja. Je had en jij bent nog de leukste vandaag. Ja. Maar wij zijn... Moet je nagaan wat een tafel het is vandaag. Wij zijn namelijk cadeau gegroeid, hè, vorige week. Jongen, 6 gespeeld, 9 punten. We vinden het heerlijk. Maar nee, jij hebt 4 wedstrijden niet gewonnen met Linde. Nee, we maken ons zorgen, want dadelijk heb je zo veel vrijheid dat je hier in de uitzending zit. Je reageerde zo opmerkelijk dit weekend. Je zei namelijk het volgende. Ik word niet snel kwaad. Al denken mensen dat wel. Ja.
Dat vonden wij opmerkelijk, toch, dat je dat zei. Goeie quote. Mag, hè? Nee, maar... Oh. Ja, nee, maar dat vonden wij... Er is één redacteur de hele dag mee bezig geweest, hebben we begrepen. We hebben 23 keer naar Linde gebeld, hebben we gehoord. Ja, en toen zei je dit. Laten we één keer kijken wat je zei, want het was wel bijzonder wat je daar zei. Ik word niet snel kwaad, al denken mensen dat wel. Het zijn uitspraken dit, ja, hè? Ja, ja. Ja, leuk. Ja. Prima werk van jullie redactie. Ja. Maar ja, zullen we jou voortaan Giovanni noemen? Die zegt ook nooit wat. Ja, ja, nee. Godsgerissens, wat een stelletje zeikers zijn jullie, zeg. Nee, het lastige is, toen had die redactie dit beeld er ook nog bij gezocht... Oh ja, om het een beetje in perspectief te plaatsen. Er was niks in het weekend. Nou is het afgelopen! Vrije trap voor Oranje op de 16. Dat gekut met niet terugverdedigen! Vrije trap, Oranje. En geel... Scheld elkaar maar verrot, die gasten die er blijven lopen. Beetje harder tegen elkaar zijn. Zijkploeg! Knap staaltje werk van de redactie van Voetbal Insight. Top redactie. Het kost er nog moeite geplaatst. Maar we hebben nog meer beelden. Ja. Mevrouw, dit is uit 1973, dat ik met mijn jasje gooi. Eerste die... huwelijk zeker nog. Ja. Ja, ja, dat was mijn eerste huwelijk. Ah, dat is de leukste. Ja, dat was de leukste inderdaad. Jan is daar uitermate geschikt voor. 24 uur per dag is hij daar mee. Ja, nou vergeet je de Franse kat op dit moment, hè? Bij wie? De Franse kat. Ja, maar ja, gek, hè? Zou iemand van iemand van ons Franse kat herkennen als die hier binnen liep? Nee, dat denk ik niet. Geen hond. Oh, wat een slechte grap. Geen hond, zegt hij. Slechte grap, ja. Hele slechte grap. Wel leuk. Leuk, hè? Ja. Oh, dat is Frans de Kat. Is dat Frans de Kat? Maar hij schijnt bij Heerenveen voetbal te hebben. Echt waar? Ik kan me niet herinneren. Amateur? Oh, die ziek heeft hij wel. Als je, Hans, als je 8 miljoen meekrijgt bij Manchester United... denk je niet dat daar een verklaring... met een handtekening onder zit, dat je niet meer naar buiten treedt. Dat gaat bij ieder bedrijf zo, jongen. Ik had het wel leuk gevonden. Ja, dat, mijn informatie zegt, hij heeft gewoon zijn afkomst. Ja, maar jouw informatie die klopt dan niet, want nou, zo werkt het de grote mensenwereld niet. Hij heeft een hele grote afkoopsom. Al hadden ze hem na 2 maanden op straat gezet, had hij ook 8 miljoen meegekregen. Ja, maar ieder Nederlands bedrijf waar een directeur weggaat met een afkoopsom, zit er een clausule bij. En een boeteclausule dat hij niet over het bedrijf in de media mag. Hoe was dat bij jou bij SBS6 dan? Stond er niet in je contract? Nee, ook, want daar heeft hij zijn bek niet over open gedaan. Nee, maar dat is toch helemaal. Nee, precies hetzelfde. Jij bent daar weggegaan. Je hebt nooit wat gezegd. Terwijl je een bloedhekel aan die mensen hebt. Nou, nee. Nou ja, dat kan zo. Maar ik heb alleen iets van als je ergens 19 jaar gewerkt hebt. En dat je dan gaat roepen dat alles kut was. Dan heb je eigenlijk een 19 jaar een kutleven gehad. Het is een klein beetje natrappen. 1 wedstrijd, geen 4. Klaar. Ja, dat moet jij zeggen. Ik bedoel... Nee, maar dit is ja, ik heb er verstand van. Ja. Dit maar is... ik heb er nooit nagetrapt, hoor. Dit is zonde van de tijd. Hij schopte alles wat bewogen ze nu en dan. Maar... Ja, ik vond het wel eens leuk om iemand te raken. Om iemand even te laten schrikken. Om wakker te schudden. Maar de naschop is zonde van de tijd. Ben je met je macho gebroken of niet? ik weet niet wat jij moet zeggen, hoor. Ik zeg helemaal niks bijzonders, hoor. Nee, je slaat onzin uit. Maar volgens mij... heb jij de laatste weken alleen maar irritatie? Want alles wat ik zeg, of ik nou iets serieus over voetballen zeg, of ik over Toyfone zeg die voor de eerste paal komt, je zit mij altijd aan te kijken. Alsof je denkt van klootzak, donderstraal op bij deze tafel. Nou, dan moet je het zeggen. Je zit mij aan te kijken alsof ik godverdomme. Mag ik even antwoord geven? Moet je nog even uitrazen? Nee, maar ik laat het. Kom maar. Gooi het eruit. Gooi het eruit. Je hebt vrijdag niet gekeken. Maar ik wou alleen even zeggen dat ik het niet relevant vind dat jij hier nog een keer bralt. Dat je zoveel schoppen uitgedeeld hebt. Wilfred begint erover. Ja. Ik begin er zo. Ja, nee, maar je hoeft jou maar een voorzet te geven. Nou, ik kopte er nog wel eens even. Je moet de uitzending van vrijdag even terugkijken. Toen zei hij echt iets positiefs over jou. Ik kan me niet voorstellen. Ja, echt waar. René, daar word ik helemaal gek van. Het kopje koffie van de familie, hoe heette ze? Van Kemenade. Okay, van Kemenade wordt heilig verklaard. Ja. Waar gaat dit over? Nee, ja, hele goede koffie, Bosse bolletjes. Hij zit weer te zwaaien. Nou, ja, ja. Jou. Nee! Maar elke keer als ik wat wil zeggen, dan gebeurt er wat anders, man. Maar Thijs? Nee, het enige... Thijs is ook... Nee, nu ben ik aan de beurt! Nee, nu ben ik! Doe maar. Thijs is nu ben ik aan de beurt. Thijs is nu echt aan de beurt. Hans, Thijs is heb jij je dag weer? Nee. Thijs, oudspelers om de zaak weer een beetje dat gevoel te geven. Is jou al over conclusie, Hans, van Vitesse? Wat zeg je? Ja,
twee dingen. De mensen die voorrekenen dat ze in 3 à 6 trainers hebben versleten, prima. Fred Rutte, Fred Rutte is een uitstekende veldtrainer. Hans, maar hij heeft het hele handeltje, hele zootje in de steek gelaten. Daar in met Vitesse, Ajax, de spelers in de steek gelaten. De hele handel. Dat is heel irritant, René. Moet jij niet meer doen. Met zo'n dus dat kan niet meer, nee. Wat zei je nou over Johan? Dr. Phil. Zo die naar hem zat te kijken. Ja, maar ik had daar mijn verkeerde toepet op. Ja. Maar goed, hè? Ja. Hij is natuurlijk een leider. Ik ben ook een enorme fan van Van Bommel. Oh, dat ik ben een volle leider. Maar ik weet niet of je... Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar daar word ik heel nerveus van, Johan. Daar word ik heel nerveus van. Dat bedoel ik. Ja. Maar ik weet niet of je de bekerfinale gezien hebt. Ik hoop dan ook dat... Weet jij toch, die bekerfinale? Ik hoop dan ook... Geef die uit, toch? Ja, heb ik gedaan, Wilfred. Ja. Met Ronald de Boer, toch? Ga nou verder, als leider niet afleiden. Ik hoop dan ook, Thijs, dat die leider... dat hij na afloop naar die Toivonen is gegaan, die gewisseld wordt. Die geen pepernoot heeft geraakt, 16 ballen geraakt... heeft er 15 aan de verkeerde kleur gegeven. Dries Mertens is alleen zijn schoen verloren. Worden eruit gehaald alsof advocaat helemaal door de ratten is besnuffeld. Zou dan Van Bommel ook die gasten bij de keel grijpen? Jullie zijn niet goed. Hij heeft het hele seizoen door eigenlijk tegen windmolens gevochten. Want bij PSV zitten gewoon heel veel jongens die moeite hebben... om iedere keer het beste uit zichzelf naar boven te halen. Maar kijk niet wel eens in de spiegel, zo'n Toivonen. Nee, zo'n Toivonen. Dries probeert het, maar die kan er niet bij. En jij doet leuk vanavond, hè? Ja, doe ik leuk. Ja. Moet snel wat aan veranderen dan. Gaat dat goed thuis? Dan moet je app downloaden. Heb je thuis leuk? Gaat lekker met Lily. Ja, gaat heerlijk, jongens. Ja. Je praat nog, als we over jou thuis praten, dan mag nooit, hè? Nee, maar geweldig meestal. Jij gaat ook wel wat ver over jou thuis praten, hoor. Ik? Ja. Nee, maar mijn vrouw die zegt altijd... waarom zeg jij nou nooit leuk voor de televisie in de camera? Ga maar klaarleggen, ik duik zo op je. Zegt ze iedere keer dat ik thuis kom. Ja? Maar jij duikt er overheen. Dus jouw vrouw die vindt het wel leuk als ik een dolle duik aan presenteer? Mijn vrouw kijkt niet, want als ze dat één keer zou zien... dan zou ik hier niet meer heen mogen. Kijk, we zien. Huntelaar in de spits, vond je dat de beste keuze gisteren? Ja, gisteren wel natuurlijk, dat pakt heel goed uit. Maar altijd? Weet je wel, dat is zo makkelijk achteraf. Ik vroeg vooraf aan Keizer. Ik zeg, nou heb je een vast elftal... en dan ga je weer lopen husselen met Huntelaar en Dolberg. Keizer, jij stelt een vraag en je gaat op je telefoon. Dat weet je toch. Ik krijg weer een sms'je van Marco binnen. Nu ben ik. Laat maar eens. Hij gaat het nieuwe jaar niet met je door. Oh, dat mag ik niet bij zeggen, staat er nu opeens. Maar ja, gaat het nieuwe jaar niet met jou door. Dus, je kan hier net zo goed... Ga nou verder. Maak ook je goed bezig. Ga nou door. Die lul daar. Ja, die stelt de vragen. Met dat geverfde dat haar. Dat is vaak zo. Presentator heet hij. Oh. Die vraagt van, vind je het logisch dat Huntelaar... Nou, ik vond het helemaal niet logisch, dat kan je achteraf wel zeggen. Dus vooraf vraag ik aan Keizer. Je hebt eindelijk een vast team, je wint van PSV, het loopt weer aardig... en dan ga je weer husselen. Waarom? Hij zegt, nou, we spelen zoveel wedstrijden... Ja, we hebben het allemaal gezien. Ja, maar ik vond dat... Wat is dit voor programma? Jij gaat niet vertellen wat iedereen drie Hij stelt toch de vraag? Ja, maar kijken televisie. Ik vond het een uitstekende uitleg. Ja, ik en ook. Dat sneed hout. Ja, ik ook. Wat nou, einde van verhaal. Je... Heb je nog vragen? Jezus Christus. Ben ik in beeld? Ja. Nee. Tot zover. Hans K. Junior, Fox Sports, Amsterdam. Dank Jans. Bedankt, was goed. Nou, je kan de RTL-directie wel mee leven, denk ik. Natuurlijk. Ja, jawel. Ja. Goed, Jan. Helenius. Hans, dat snapt helemaal niemand. Dat is de eindredacteur. Dat snapt toch helemaal niemand thuis? Als jij Jan Helenius steeds gaat noemen, dan denken ze allemaal... Nou, wie is Jan Helenius? Oké. Wilfred, knippen we dat eruit. Ja. Paardelul. De Koning. Die ook was... in de parenclub, Hans de Koning? Nee. Hans de Koning, leuke kerel, die is onze leeftijd. Niet jouw leeftijd, onze leeftijd. En die was op zijn 28ste al opa. Hè? Ja, dat is heel snel gegaan. Dat is de jongste opa in betaald voetbal ooit. Die was op zijn 28ste of 29ste was die al opa. Leg eens uit hoe dat zat. Ik weet niet hoe dat ging, maar hij heeft het wel beaamd. Hij was heel snel opa. Dus
Ja, ik heb er niet nooit verder over nagedacht, maar heel snel je hebt was er nooit hij over nagedacht. Dus iemand tegen jou zegt... Nee, hij heeft geloof ik 5 of 6 kleinkinderen en hij ziet eruit als een jonge god. Dus, maar hoe dat gaat, ja, dat weet ik ook niet. Maar hij was heel snel opa in ieder geval. Tussendoor. Ja. Wilde maar niemand over. Dit vind ik wel hele goede informatie voor onze kijkers. Ja, praat er maar niemand over. Die pakken we toch weer even mee, deze inderdaad. Ben jij al opa? Nee. Ik heb mijn dochter, die was even terug over uit Cardiff en ik heb haar wel op de hart gedrukt. Voorlopig niet. Niet aan het beginnen? Nee, niet aan het beginnen. Maar hoe oud is jouw dochter nu dan? Mijn dochter is 29 en ik heb al tegen die man ook van haar die uit Cardiff willen zeggen van een beetje rustig aan, ik wil geen opa worden. Maar die speelt in het nationale rugbyteam van Wales en die is 2-3, dus die trok zich er weinig van aan. Dus die hakt hem er vanavond gewoon weer in. Ja. Zijn daar foto's van? Dus dat houdt in dat jij binnenkort opa wordt. Het is hopen dat het goede gaatje neemt, man. Maar Johan, wat vind je daarvan? Makkely, die Paul van Boekel, die maakte dus kijk, een fout. Ik bekijk Makkely altijd heel kritisch. Er is iets aan Makkely wat me niet bevalt. Oh. En dan zie ik die man fluiten volgens het boekje. Ik vond dat hij de wedstrijd zondag ook niet lekker floot. Hij voelde het dan niet echt aan. En dan denk ik altijd, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat hij bij de UEFA op de toplijst Bas Nijhuis voorbij is? Nou, Jaap Uilenberg zit bij de UEFA, die heeft een bloedhekel aan Bas. Hier in Nederland vinden ze het niet leuk, die scheidsrechtersklik, dat Bas hier een tafel en overal leuke verhalen vertelt, dat hij een boek heeft met anekdotes. Dat werkt tegen Bas. En dan komen dit soort pseudo-ideale schoonzonen, die worden dan altijd naar voren geschoven. En dat stoort me eigenlijk aan Danny Makkely. En dat zegt natuurlijk veel over een jongen. Als een scheidsrechter een fout maakt ergens op een veld, en hij zit thuis voor de tv, dat hij met zijn billenmaatje gaat zitten sms'en. Oh, wat zit jij nou voor? Wat is dit voor onzin? Met je vriendje. Wat is dit voor onzin? Oh, nu ben je op je pik getrapt. Mag jij wel eens Even niet zo raar doen. Billen? Nee, hij moet niet zo raar doen. Wat billen? Wat? Hij stuurt een app. Ja? Ja. Dat is heel oncollegiaal. Heel oncollegiaal. Ja, maar je moet niet maar je moet geen gekke dingen tegen mij gaan roepen. Nee, jij mag alles roepen daar. Wat zeg je dan? Jij mag alles roepen. Wat zei hij dan waar je boos om bent? Alsof ik een connectie heb met hem, joh. Doe normaal, billenmaat of zo. Er is nog nooit een scheidsrechter die iets te roddelen heeft over een collega die naar mij een sms'je stuurt. Maar bij jou bij jou zou ik ook nooit een vertrouwelijke sms'je sturen. Maar er zijn lege... Bij jou wel. Jij maakt op de tv bekend. Ja. Ja. Ik... Ik zeg het ook niet tegen jou. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb die telefoon van de 99 uitzendingen... Ligt die, van de 100 keer ligt die 99 keer in mijn auto, omdat ik het niet wil hebben. Ja. Dus ik zeg van, die Van Boekel had gewoon die goal goed moeten keuren. En gelijk, ik heb toevallig die telefoon en ik hoor ping, ping, ping. Ja, ja. Ik denk dat is Uilenberg of Mario van der Ende of Dick Jol die gestopt is. Even aangeeft, dit zijn de regels. Heb je al die nummers? Ik heb helemaal geen nummers. Dus hebben ze jouw nummer dan? Nou ja, mijn nummer heeft volgens mij half Nederland. Dus, oké. Dus ik zie je Makkely, ja, dan moet ik het toch voorlezen. Waarom heeft half Nederland jouw nummer dan? Ja, maar waarom zeg je dan... Nou, omdat ik 22 jaar hetzelfde telefoonnummer heb. Dat zou zomaar kunnen. Oké. Okay. Maar, nee. Maar als... Ook zo gestoord wat aan die... rare tafel die... is dit, joh. Hey, heb jij je ook zo gestoord? Wat heb jij nu weer met... Nee, vraag me dat gewoon af. 22 is best lang. Ja, is best lang, ja. Ja. 22 jaar, ja. Ja, nou, is best lang, ja. Jij bent niet goed bij je hoofd en jij bent ook niet goed bij je hoofd. Ik verander ieder. Maar ik vind het echt ongelooflijk dat jij mij associeert met... Billeman. Nee. Ik kan er ook helemaal niet om lachen. Nee, maar ik dacht eerst nog dat jij gesolliciteerd had met Gordon. dat is wel leuk. Heb je wel een idee? Ik kan één ding zeggen. Ik neem spontaan mijn telefoon op. Nee, Hans, we nemen jou helemaal niet kwalijk. En voor de rest is het toch een Makkely nemen we het kwalijk. Ja, jou toch niet? Jij leest het voor op tv. Ja, ik lees het spontaan voor. Maar jij moet mij niet gekke dingen gaan roepen. Want anders trek ik een keer aan de grote snor van je. Hij is heel gevoelig voor Billemans. Ja, Billeman, lig jou echt niet. Lijkt jouw billenkoek lekker dan? Dingen als je juichte?
Ik juichte niet zo vaak. Nee, dus als ik juichte, dan juichte ik echt. Ja, dan ging je uit je plaat. Ja, klom. Is het te veel gevraagd voor jou om nog eens een keer te juichen? Om te juichen? Ja. Hier? Nou, ik klom meestal de lichtmasten in en dan kwam ik na een kwartiertje weer terug. En dan, ja. Dat soort dingen. Maar wij krijgen jou niet zo gek dat je hier... Nee. Als Wilfred het zou vragen, zou ik het doen, maar ja. En als we een beroep doen op het publiek? Ja, moeten ze wel flink gaan scanderen, hoor. Ook jasje gooien? Ja, dat doe ik alles. Nou ja, u weet wat u doet, dat zo meteen. Ik weet één ding, vader Kraaijs is zich dood te erger in Culemborg. Je gelooft toch niet dat hij het doet, hè? Nee. Straks vragen of je zijn broek laat zakken, hè? Best wel. We gaan snel naar de reclame toe. Ik wilde nog een raar moment laten zien. Het gaat altijd om dat de scheidsrechter en de grensrechter het samen eens zijn. Dan zitten we bij de wedstrijd tussen. Nee, maar het is altijd wel heel subtiel zoals je het maakt. Ja. Binnenkort, wat was het van de week in de VI? Hij stopt ermee na het WK. Ja, ik ga solliciteren naar die functie. Ja, en ik denk dat je een hele goede kans maakt. Ik heb hele goede papieren. Ja. Ja, want die Bert van Oostveen die heeft al eens een keer een visje uitgegooid. Ja, bij jou. Ja. Of jij misschien de opvolger wilde worden van Kees Jansma. Nou, lijkt me leuk zeg, om die spelers in hun reet te kruipen en dan met mooie woordjes over te halen. Zou je even eventueel voor de tv willen? Ja, ja, het is Hansie Hansie. Maar... Ja. Nee, maar Hansie niet meer natuurlijk. Die is nu straks de rechten kwijt vanaf volgend jaar. Dus... Het is Twan Twan. Ja. Nee, maar misschien zou Hans het kunnen gaan doen. Zou die niet perschef kunnen worden van Nederlands elftal? Hans. Als opvolger van Kees. Geen enkel probleem. Ja. Ja. Nee, maar dan kan hij die jongens ook vermaken met funny video's en zo. Ja, hartstikke leuk, man. Hans, je wil even losgaan over Erik van der Leur. Waarom? Nou, ik wil niet losgaan over Erik van der Leur. Dat deed je net wel. Ja, ja, Riek en zo. Ik vind het... Robert Molenaar die heeft met heel beperkt materiaal... want die club was bijna dood van de zomer. Trainer van Roda moest hij werken. Nou, de eerste 11 spelen daar de play-offs. Hij staat op de 7e plek. Nou, dat is niet goed, dat is niet slecht. Dat is best normaal voor die ploeg. Die wordt eruit uitgegooid. En dan zou ik, als ik dan Erwin van der Leur ben die het overneemt... dan zou ik eventjes heel rustig gewoon na die eerste wedstrijd zeggen... van nou jongens, we hebben gelijk gespeeld. Ik heb niet veel veranderd. Het is een vervelende week geweest. En we wensen Robert Molenaar het allerbeste. Nee, ik heb accenten gelegd hier en ik heb accenten gelegd daar. En de jongens zitten nog een beetje vast in de patronen van Robert. Maar dat moet er zo snel mogelijk uit, hè, die patronen. Ja, dan denk ik van... Jezus. Waarom praat je zo? Ik vond het niet slecht, hoor, deze. Nee, het was heel goed. Dan moet je iets mee gaan doen. Ja, dat heb ik net gedaan. Dat gelul aan zo'n voetbaltafel, daar wordt nooit wat met jou. Nee. TV-kantine. TV-kantine, ook leuk. TV-kantine. Jullie hebben dezelfde kapper ongeveer, als ik het ook zo zie met de foto. En dan denk je dan van Sparta. Die gooien je Vonk eruit. Dan die jongen van NAC, die wordt trainer, die gooien ze eruit. Nu is Kruisje er. Als die consequent is, die vloed, dan pleurt die Kruis er ook uit. Maar dan moet hij zelf voor de groep, want dan zit hij te laf voor. En dat soort gekke krijgen de volledige ruimte om bij een grote club als Sparta een spoor van vernielingen niet door me heen zitten lullen kraaien. Ah, maar ik ben het met je eens, man! Maar Maurie Steijn is niet alleen een aardig vent, maar vooral belangrijk, het is een goede trainer. En is de enige trainer in de geschiedenis, ik ga wat iets serieus zeggen, die het wordt... Jongens, nee. Even... Ik zeg iets serieus, man. Klein roffeltje op de druk, nee, klein roffeltje. Ja, daar komt ie. Weet je, het is al helemaal... Wat? Wat is er nou, Hans? Weet je, alles wat je... Een klein roffeltje. Ja, klein roffeltje. Ik ben reed met je roffeltje, man. Met je kutroffel. Hé, hey, Hans. Hey, Hans, ogenblik. Hansie, kom nummer nou. Van Oscar Harris kan nu. Song for the children, daar komt hij. Kom nou. Hans, het zou heel serieus worden. Ja, zeg nou even, wat wil je zeggen? Het maakt helemaal niet meer uit wat ik nu zeg. Want dat kutroffeltje is nu al 4 keer geweest. Dus... Ja?
Wat wil je zeggen? Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Je had het over Maurie Stijn. Maurie Stijn? Ja. Kijk, in tijd is om, sorry. Nee! Flikker nee. Nee. Aan de rand, Jan Kees! Nee, maar je mag nog heel even. Nee, maar ik krijg uitstel. De helft van de velden duurt. Komt later. In Den Haag is het woord kanker bijna een normaal woord. En dat werd in die selectie. Dat zou niet zo moeten zijn. Nee. En dat is echt belachelijk. En in die selectie is dat de afgelopen jaren ook onderling een normaal woord geweest. En Maurie Stijn heeft anderhalf jaar geleden gezegd: allemaal binnenkomen nou. Iedereen heeft het of in zijn familie, of bij zijn vrouw, of bij zijn vriend, bij wie dan ook. Iedereen krijgt ermee te maken. Dus de eerste, de beste, die ooit nog het woord kanker gebruikt, waar ik bij ben, die schop ik eruit en die komt nooit meer terug. En alleen al dat je dat in Den Haag voor elkaar krijgt, ben je mijn grote meneer. Maar en nou mag je roffelen! Ja. Hij kan meer, die Hans Kraaij, dat vergeten wij wel eens. Hey, wist u trouwens dat Hans Kraaij al anderhalf jaar opa is? Nee, hij slaat hier avond aan avond de grootst mogelijke onzin uit. En dat soort feitelijkheden, nee. Die onthoudt hij ons. Het is toch wel een vertrouwensbreukje. Is ja, opa Kraaij, dat hebben we niet achter hem gezocht natuurlijk ook. Nee. Wie nog net die een dochter had, maar... Ja, natuurlijk, ja. Bij die Engelse vrouw. Ah, zie je wel. Dochter van in de 30 ook, volgens mij toch is ze al. Dat was uit die keer dat hij binnen een week getrouwd was, toch? Uit die relatie. Toen kwam de oude Kraaij bij mij op de redactie en die zegt... we moeten morgen naar Engeland, want Hans gaat trouwen. Zeg, Hans gaat trouwen. Hij zegt, wij wisten ook niet dat hij verkering had. Ja, dat was die keer inderdaad. Dat heeft hij gedaan om die Frank Worthington, dat was zo'n playboy... Ja. Af te bluffen, hè? Want toen waren ze in een nachtclub en daar stond zij achter de bar... En toen had die Frank gezegd van, dat wijf is helemaal gek van jou. En toen denk ik, Hans, die zal ik even afblussen. En die heeft aangepapt met die juffrouw. En drie dagen later heeft hij die gast allemaal een kaartje gegeven van een huwelijk. Toen is hij met haar getrouwd. Ja, en toen is Jimmy Case, die oude rechtsbuiten van Liverpool, ken je die nog? Ja. Die altijd inviel. Die speelde toen bij Brighton intussen. En die is heel erg dronken geworden op de trouwerij van Hans. En die hebben ze achter in de kattenbak van zijn eigen auto gelegd. Alleen die zijn ze vergeten. Nee. En die hebben ze de volgende ochtend er pas weer uit kunnen halen. Het was hij wel weer wakker, neem ik aan. Ja, maar hij lachte nog wel gewoon. Ja, nou, lekker als je zo wakker wordt. Heerlijk allemaal. Maar van die dame is er dus uiteindelijk een dochter gekomen. Daar is hij nu ook. Hele leuke vrouw trouwens, hoor, moet ik zeggen. Nou ja, Hans heeft wel smaak, toch? Sophie is er ook een hele leuke vrouw. Ja, zeker. Ja. Eerste felicitaties zijn al binnen, heb ik gehoord trouwens. Hé, hey, Hansie, super gefeliciteerd. Ja, dat is zijn broer. Dat is zijn broer. Ja. Dat zou ik nog niet zo snel in mijn eigen huis doen, jij. Serieus, man. Beetje zin erin, Hans? Altijd. Altijd, hè? Goed weekend gehad, heb ik ook begrepen. Gewonnen bij Haaglandia. Ja, een moeilijke uitwedstrijd. Haaglandia van Edwin Grunholz, Boussabon, El Akshoui, Murat. Dus Wilders daarvoor zitten? Nou, we zijn begonnen. Lekker. Ja. Ja, we waren blij dat we gewonnen hebben. Ik heb Geert niet gezien. Die kon even dit weekend niet. Nee. 3-1 uiteindelijk gewonnen. En je voelde je op je gemak, daar heb ik begrepen ook. Het was een fijne omgeving. Ook de... Leuke supporters, ja. Leuke mensen. Zou ik het zeggen, leuke supporters die jou ook op een warme manier hebben ontvangen. Op een manier die bij jou past. En dat kon je waarderen, toch of niet? Dat ze met jasjes allemaal gingen gooien langs de lijn. Dat kijk je hier gewoon. Dan gaan mensen nu langs de lijn jasjes gooien als Hans Kraaij junior op bezoek komt. Ja, het waren Engelse, chique Johan Derksen jasjes. Dus ik denk, ik probeer er een. En dan, als die past, laat ik me snor staan. Maar dit... De wedstrijd is dus bezig. Ja, de wedstrijd is bezig. En jij gaat jasjes passen? Ja. Ik denk 3-1, 2 minuten te spelen, dat geven we niet meer weg. Maar het waren hele chique jasjes en een beetje jouw... Wilfred heeft er een aan. Hij heeft een keurig jasje. Chique, hè? Ja. Waar komt die vandaan? Van Haaglandia. Ja, dat denk ik ook. Eigenlijk komt hij uit Duitsland, heb ik begrepen. En morgen op Fox Sports Bayern München, FC Köln, West Ham United om 4 uur thuis tegen Chelsea. Dan om 6 uur de Eretribune. Om 6:30 Arsenal ontvangt Everton. 7:45 Twente PSV. En dan op zondag om 10:00 de tafel van Kees. Om 1:00 Sunderland, Newcastle United. Om 2:30 Vitesse Ajax. 3:00 Manchester United, Manchester City. Om 4:45 zit Feyenoord AZ. En dan op maandag om 10:00 na Voetbal Inside. Natafelen met Kees. En elke dag om 11:00 Fox Sports Vandaag. Willen jullie nog meer weten? Nou, Hans, het geluid was heel slecht. Zou je het nog één keer helemaal kunnen doen, die kaart? Of... Ik ben helemaal nieuw.
We beginnen even opnieuw. We beginnen met Bayern München, FC Köln. West Ham United tegen Chelsea. Dan hebben we de Eretribune bij Arsenal Everton, Twente PSV, de tafel van Chase. We hebben Sunderland Newcastle United. Oh, mooi, hè? En dan om 7 uur Jan Boskamp op Joke Bruijs. De groeten! Nee. Weet je niet hoe ver dat staat nu bij die wedstrijd? Hoeveel staat het bij die wedstrijd, Hans? Hij is Hans! Hansie! Kom maar terug! Hansie! Het wordt gewoon gevoetbald, hij loopt gewoon mee. Nou, die spek zwolle tegen... Zou hij zijn jasje nog willen weggooien misschien? Pek Zwolle tegen? Tegen Utrecht. Kijk, camera, stop er al mee. Eén roept iemand hier uit de zaal. Toch altijd lekker dat iemand mee zit te kijken daar. Ja. Dat u weet dat het 1-1 is. Hij komt niet meer terug, toch? Nee, ik denk het niet. Is hij boos? Nee, ik denk dat hij ontslagen is. Hij ligt eruit. Dan kan ik daar naartoe. Hey, en Krijs, die sliep toch altijd bij de deur, bij de ingang van het hotel? Ja, hoorde dat ook. Maar had hij daar geen last van? Ik zie hem geen reden. Nee, hij had dat gewoon door. Ja. Nee, maar daar was Kai wel heel professioneel in. Nou ja, bij de trainingskamp vond hij het alleen vervelend dat hij voor de lift moest slapen. Ja, die lift even open en dicht. Eén keer, die Kraai, weet je, wij gingen op trainingskamp in Tenerife. Ja. En die Kraai was een chagrijn. Mm. Die had alleen maar een paar van die dikke boeken bij hem. Ja. En dan ging hij zitten en dan zei hij tegen die Kraai, joh, kunnen we niet weg even vanavond? Weet je wel. Op een gegeven moment werd hij zo kwaad dat hij aan tafel riep, wat willen jullie doen? Doe maar! Ja, dat moet je niet zeggen. Nee. Dat heeft geen zin. Nee. Dat heeft geen zin. Nee. Dus, maar die Kraai die lag naast de lift. En die lift maakte bij aankomst maakte die ding ding. Die heeft gewoon tot half acht wakker gelegen. Kwart over zeven kwam de laatste binnen. En daar begon hij over te klagen, toch, bij het ontbijt? Ja, toen zei die jongens, kunnen jullie me één plezier doen? Morgenavond, doe gewoon weer, maar neem de trap. Ja. Zei hij. Ja. Je kan die lul van Twente toch nemen? Ja, die doen het voor minder. Jansen. Zou je die vastnemen? Die zullen alle markten thuis. Die vinden dat prachtig. Nee, ik vind het wel leuk om het te doen. Ik hoor van heel veel trainers. Ook van mensen die best op een behoorlijk niveau gespeeld hebben. Marco van Basten bijvoorbeeld. Hij zei, ik heb volgens mij best... Je kon aardig voetballen. Hij zei, ik kon wel best waardig voetballen, zei hij. Hij zegt, en je ontwikkelt je op een gegeven moment toch. En als je stopt om je te ontwikkelen, dan kan je ook je spelers niet meer. Maar het is toch gewoon 90% poppenkast, Hans? Maak het is de zonde zitten. Van je tijd. Ik weet het niet, Mourinho is poppenkast, Wenger is poppenkast. Ik zag die John van der Brom. Oh, wat irritering aan die man. Oh, John van der Brom. Helemaal voor de AZ nu, hè? Ja. Oh, een kans mis. Maar die hele wereld stort in. Ja. En over een half jaar zit hij weer bij... Als ze ergens anders een gulden meer betalen, is hij weg. Maak gereed. En die standaard luik, godverdorie. Nee, schei alsjeblieft uit die onzin. Engel bestaan ze niet. Hans, en dat vinden ze dan meeleven en dat is een man met passie. Het is gelul. Ja, maar je gaat toch niet op na al die klootviolen in zij zitten luisteren, Johans. Blijf lekker jezelf, joh. Neem zo'n paardenlul naast je. Hup, klaar. Kun jij dat nou schelen? Die kan die gozer van... Ik vind het gewoon leuk om het gewoon... Ik vind het je hebt nog wel anders te doen, dan kun je helemaal niet meer snabbelen. Dan moet je dadelijk van die video's opgeven. Nee, dat wil Nederland niet. Ik heb het druk zat, maar ik wil het gewoon meemaken. Ik ga gewoon beginnen met 3 en ik wil kijken... Zal ik juist vertellen wat Cruijff tegen mij zei over de cursus? Hij zei, moet ik op die cursus doen? Die docenten kunnen veel van mij leren, maar omgekeerd toch niet? Nee, maar geldt dat ook voor Hans of niet? Dat geldt ook voor Hans. Maar als je 54 bent, heeft zo'n cursus geen enkele zin meer, jongen. Dat is zonde van je tijd. Ik ga meester 3, dan kan je dame zelf toch van Twente. Als jij naar die cursus gaat, Kraai, dan kun je het hier vergeten. Zetten we een andere. We willen geen geïnformeerde platzakken. Dan ga ik helemaal op. Liever die gozer van Twente. Ja. Wie? Jansen. Nemen we Jansen. Op deze plek. Ja, vind je het leuk? Die zegt precies wat we willen. Ik ga het eventjes proberen. Ik ga kijken. Ja, nou, je houdt 3 weken vol. Nou, ik ga eerlijk verslag uit. Want je moet namelijk, je mag niet zeggen wat je zelf vindt. Je moet het evangelie van Zeist prediken. Je moet gewoon zo'n docent naar zijn bek lullen. Nou, dat ligt jou helemaal niet. Nee. Maar en dan van die lullige oefeningetjes doen, weet je wel, die je met de jeugd moet doen. En dan moet je dan helemaal goed uitvoeren. Niet tegen de wind in praten, want dan kunnen ze je niet verstaan. Dat soort gelul. Schei uit, ik heb er ook op gezeten.
8 voor eigen vaardigheid tussen twee haakjes. 8 voor eigen vaardigheid? Leo Benenhakker was de examinator. 8 voor eigen vaardigheid. Had een hele slechte dag, Leo, zeker? Nee, Leo stond te kijken en ik was het aan het voordoen. De kwijt liep uit zijn bek. En ik denk dat iedere euro die in Pardew stopt, dat dat verloren is. Want als Den Haag ergens behoefte aan heeft, zijn het goede spelers. En laat die kale hulptrainer dan gewoon zitten. Ja. Ja, Hans, zeg het eens. Dit is de directeur van DLM, Hans, die gast die naast Gerard Joling zit in de studio bij jou. Die wijnboer, die wil het gala van ons niet sponsoren. Pak hem even beet of laat anders Gerard het doen. Nou, je hebt plek genoeg, zie ik, om beet te pakken. De tijd heeft niet stilgestaan. Het lijkt wel of je een dikbed opgevreten hebt. Ja, lekker spiertje. Oh, kijk, dat gaat lekker hoor. Nou, dan gaan we door met de quiz natuurlijk. Vind jij het erg als ik dat quizje oversla? Want ik heb op nee, maar je moet de eerste vraag blijven zitten. Eerste vraag blijven zitten. En daarna mag je de dolle duik af. Mag je, kan jij zeggen mag dat je het tegenaan. Jou, heb je hem al gewassen? Ja. Had je nog die uitspraak van Henny Huisman meegekregen over het seksleven met zijn vrouw? Nee. Ja? Die zei, wordt alleen nog nat als het zwembad ingaan. Dat, dus dat is gewoon niet echt wat allemaal. Ordinair. Ja. De eerste vraag is niet gelijk een hele makkelijke natuurlijk. Wie wordt de nieuwe coach van NAC Breda? Is dat Robert Maaskant of Ruud Brood? Nou, dit is een beetje het niveau. Hè? Ik ga naar Sofie. Ja, nou ja, Hans het allerbeste. Leuk dat je geweest bent. Jongens, allemaal naar de groeten. Hans het allerbeste natuurlijk. Mitchell van der Graag weet allemaal, die stapt onlangs op. Maar ja, het gat met de nummer 17 is volgens mij 8 punten. Dat is een heel groot gat om dat een beetje dicht te gooien. Hansie! Hij is gewoon weg, hè? Hij is gewoon weggelopen. Ja. Hij is echt geil, of niet? Ja. Dat kan. Ja. Wat riep je nou weer? Geen idee. Nee. Nou ja, maar.